Hallo mensen, welkom bij een nieuwe podcast. De podcast deel 4. Ja, ik weet, de podcasten zijn... Gaat niet zo snel. We hebben ook andere dingen te doen, maar we zijn er wel mee bezig, toch? Ja, ja. We zijn even... Ja, even kijken waar we over kunnen praten. We hebben school waar we ook nog mee moeten leren, dus dat is het meer... Ja. Ja. En we moeten een leuk onderwerp verzinnen. Dus. En meemaken. Want anders. Zeker. Want anders heb je moeilijk over te praten. Nee, weet je, ik ga niet eens over beginnen. Ik wou wat heel raars zeggen, maar dus dat lijkt me niet zo handig om te vertellen hier zo ook als Twitter. Of X, hoe je het ook wil noemen. Ja. Ik heb het over canceling, als je nog niet doorhoudt. Weet je wat ik het irritantste vind? Wat dan? Van dat soort kinderen, en die gaan dan koude stoer doen met hun fucking fietsen. Fatbikes. Ja, een soort fatbikes. Koude hinderlijk. Ik mee. 2020 tot 2022 waren het e-bikes. Toen waren het van die ouderen die op e-bikes. Die gingen echt met Markin op de fietsbaan. Gewoon in. Ja. En nu zijn kinderen met hun slip-in dirt fatbike. Zo. Ja, maar die e-bikes, dat zijn gewoon een risico met je leven. Echt waar. Ik meen. Maar fatbikes zijn gewoon... En nu is het de fatbikes. Ja. De trend volgen. De trend maak jij. Je hoeft hem niet te volgen. Toch? Om te volgen. Het is een trend, maar als ik een trend ga volgen, wordt het niet zo'n domme trend als... Dan wordt het iets van een modetrend of zo. Ja. Niet een fucking trend. Ja, nee, maar echt waar. Maar zoveel mensen hebben en zo, volgens mij... Wacht even. Volgens mij kost één zo'n ding. Hoe heet het? Hij kost echt veel nog, volgens mij. Het is duur. Ja. Duur. Ik ben het niet even aan het opzoeken. Duur. Ja, dat snap ik. Duur. Ik ben ook benieuwd hoe duur die price is. Oké, dat klonk echt koulo raar. Hoe duur is een fatbike? Oké, mensen. Gokje doen. Doe een gokje. Richting de... Wacht even. Ik heb mijn telefoon omgedraaid. Doe even. Jasper, ik ga als eerste gok doen. 150 euro rond 200 euro. Ja, ik ga denk ik voor 200 tot 225. Oké. Okay. Ja, die heb ik niks aan. Pop. Wacht, er zijn elektrische fatbikes? Fatbikes zijn toch altijd elektrisch? Oh mijn god, een fatbike is iets van 1000 euro. Wat? Hoezo? Bro. Wacht even, laat me het even. Dit is de prijs. 1245 euro. Dat is de eerste fatbike. Dat is de eerste fatbike die op bob.com komt. Dat is pas bob.com. Moet je Amazon zien. Ja. Als Amazon ze verkoopt. Of het niet een achterlijk grote prijs is. Snap je? Amazon heeft wel heel veel spullen. Maar de meeste spullen zijn echt overpriced. Ja, jongen. Je hebt er zelfs een paar voor 2.999. Dus dat is gewoon bijna 3 ton. Jemig. Nee, dat is meer dan 3 ton, want die heb ik. Dat is 3 mil. Ja. Nee. Nee, niet 3 mil. Dat is overkill. Nee. Dat is serieus overkill. Maar nee, ik bedoel 2. Het is wel 3 ton. Ik heb altijd wel gewoon de eerste keer gelijk. Ja. Maar de meeste zijn rond de 1200. Maar je hebt hier ook één. En die is voor 1049. Maar dat is alle aandacht die de fatbike krijgt van ons
Want, ons boeit de vetmarkt niet. Van ons Top. Mogen ze sterven. Ja. Als maar het een persoon was, dan had echt one-on-one-pief. Ja, ik wil nog één ding vertellen over fatbikes. Ik heb er van toen ik, hier komt gelijk het volgende onderwerp, maar toen ik van Aikido terug naar huis fietste, toen heb ik 4 fatbikes voorbij zien gaan. Vier. Dan weet je, dat En nu het muziekje wat we niet horen. Dat is zo ongeveer 7 ton. Ja. Shame, hoe mensen dat betalen. Echt wel. Okay. Ik ga even een mededeling geven. Ik zit in een andere kamer en als ik lang ga praten, dan moet ik toch echt wel even afleiding hebben. Dus ik zou jullie even laten zien wat ik ga doen. We hebben hier een stuurtje. En we hebben hier een racescherm. Ja. Dus ik ga lekker even racen. Ik moet niet te afgeleid worden. Nee, ik blijf nog wel gewoon luisteren naar wat je zegt. Ja. Wacht heel hard voor, ik zit hem heel veel wat zachter. Ja, ja. Ik kan dus terug van Aikido. Dat is een sport. Het is een soort van judo, maar dus dan van kalmheid en neutralisatie. Maar dan kom ik terug. En weet je wat ik zie? Raad een paar keer. Het heeft iets te maken met Wacht. Oké, ik denk dus, het zijn gewoon van dat soort mensen die niet weten wat ze doen of zo. Zo ongeveer erg, maar oké. Maar, ik heb, toen ik... Weet je wat ik het irritantste vind? Ja? Luister. Weet je wat ik het irritantste vind aan fucking... het verkeer? Ik heb... Doe gewoon wat ik het irritantste vind. Ik denk dat de meesten wel het ook heel irritant vinden. Ik heb geen idee. Wat Vooral ouderen vinden het heel irritant. Wat ik irritant vind heel vaak, is dat ik dan stop voor een stoplicht bij een fietsbouw. Dus dat die dan voor een of andere reden, toen als ik net ben gestopt, dat die dan automatisch gelijk op groen gaat, moet ik gelijk weer trappen. En net als dat ik ben gestopt. Ik heb niet eens dat knopje ingedrukt. Dat vind ik vervelend. En ook weer tegelijk fijn. Oh ja, maar weet je wat ik dus het irritantste vind aan het verkeer? Wat dan? Als je mensen, ook kinderen, als je sommige mensen gewoon voorlaat. Ja. Ze steken niet eens even hun hand op van dankje. Dat vind ik zo... Nou, daar moet ik ongelijk mee geven. Nou, met auto's zie ik dat wel heel vaak. Dus als ik het dan voorlaat. Dat vind ik wel aardig. Maar als ze dat niet doen, dan word ik wel pissed. Dat vind ik wel niet zo leuk. Maar ik kon er ook voor kiezen dat ik je niet voorliet en dan was jij pissed. Maar, terug naar Aikido. Maar dus toen voorbij, toen zag ik men... Hallo. Yo.